Jairo Riedewald en Kenny Tete zijn de piepjonge debutanten in de selectie van het Nederlands elftal. In de aanloop naar de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen IJsland en Turkije. Met hun selectie treden ze in de voetsporen van veel illustere Ajaxiden. En wat een goal zeg. Wat een geweldig doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar. Wesley Sneijder, wat een goal. Anita. Oh, dat is een goede schijnbeweging van Vernon Anita. Mooie goal zeg. Zitten ze met een reflex op de doellijn. Wouters. Van Basten. Schitterend. Schitterend Marco van Basten. Blind. De man uit Soeburg in Zeeland. Amsterdammer geworden in de loop der jaren. Danny Blind is nu als bondscoach eindverantwoordelijk voor Oranje. En daarmee voor de keuze van Tete en Riedewald. Natuurlijk zijn ze jong. Dat begrijp ik als geen ander. Maar ik weeg het alleen maar af ten opzichte van andere alternatieven of andere opties op die plek. En die zullen dan wellicht meer ervaring hebben. Maar dat zie ik ook niet altijd. Ervaren of niet, de twee debutanten voelden zich al snel thuis bij Oranje. Ze hebben ook dat begin gemaakt, ze weten hoe het is. En daarom heb ik een heel warm welkom gekregen van elke speler eigenlijk. Ja, al die aandacht opeens, wat doet het met jou? Ja, het doet me vrij weinig. Het is wel leuk natuurlijk, camera's en zo, maar uiteindelijk gaat het gewoon om wat je op het veld doet, denk ik. Maar uiteindelijk is het gewoon wat ik hierachter laat zien. Met Kenny Tete vorm je ook hier een koppel, hè? Ja, tuurlijk. Ik ken hem al natuurlijk van Ajax. Dus het is altijd lekker om zo iemand denk ik mee te nemen naar je eerste keer, naar Nederland zelf. Ook voor hem de eerste keer, dus we kunnen met z'n tweeën goed ondervinden hoe het nou werkelijk is hier. Zo. En dat is altijd lekker, denk ik. Meteen de competitie, kopvoetvolley spel, hoe ging het? Ja, ik moet zeggen, het ging niet zo goed. Maar maakt niet uit, het lag niet aan mij, het lag aan Kenny volgens mij. Heb je al zitten dromen over een debuut? Ja, nou, dat je in de selectie zit is al heel wat. En ja, de volgende stap is natuurlijk om ook je minuten te maken in het Nederlands elftal shirt natuurlijk. Dus ik denk dat het niet echt droom is, maar het is wel gewoon je volgende doel die je dan stelt. Je moet volgende week 19 worden. Het is geen mooier cadeau denkbaar dan twee keer winnen met Nederlands elftal en je debuut maken. Ja, ik denk dat het voor mij een mooi cadeau is, maar ik denk ook gewoon voor het team en heel Nederland eigenlijk. Als we nu gewoon twee keer weten te winnen deze week. En ja, wat je zegt, is dat het een leuk cadeau zijn voor mij. Ja. Ja, je speelt met grote namen natuurlijk en voor hun is maar één ding belangrijk en dat is dat we naar Frankrijk gaan. Dus dat merk je wel gewoon in de bespreking en dat er maar één doel is op dit moment en dat is naar Frankrijk gaan. Bij een interland hoort ook het zingen van het volkslied vooraf. Heb je al geoefend? Ja, ik ken het nog wel uit de jeugd, elftallen het volkslied, dus dat komt goed, ja. Wie gaat hem harder zingen, jij of Kenny? Ik denk Kenny. De kwaliteiten van Riedewald liggen op het veld en wie weet kan hij uitgroeien tot de verrassing in de selectie van Danny Blind. Net als bij zijn vorige debuut, ruim anderhalf jaar geleden in Ajax 1. Hoessen en daar is de gelijkmaker alsnog. En dan is het Riedewald. Veldman en van dichtbij weer Riedewald. Is dat een debuut zeg?